Hallo kijkers, welkom weer bij een nieuwe video. Deze keer neem ik jullie mee naar Sekiguchi Koi Farm in Niigata, waar al iets heel bijzonders voor mij gebeurde. Ik kocht een poosje geleden een Sekiguchi Showa aan van 80 centimeter en 5,5 jaar oud. En samen met Kibi, de jongen die je in de trui ziet, heb ik afgesproken om deze vis naar Kibi toe te brengen om daar te gebruiken als ouderdier. Dit was 9 uur enkele rit rijden, dus Kibi heeft 18 uur retour gereden om deze vis alleen op te halen bij Sekiguchi. En ja, je ziet hem dat ze in de auto inladen en vervolgens het beeld bij Kibi. Hele mooie donkere show, de bouw is echt top. Sekiguchi kweekt over het algemeen echt hele mooie patronen, de bloedlijnen van Sekiguchi bedoel ik dan. En de combinatie met de bouw van deze vis, denk ik dat ze echt voor hele mooie nakomelingen kan gaan zorgen. Ik kreeg vandaag bericht van Kibi dat hij hier midden of eind mei mee wilde gaan kweken. Dus de start van de kweek. Dus ja, over een jaar zullen we de eerste Jumbo Tossai hebben en in september de eerste Tossai van deze bloedlijn. Mits het goed gaat natuurlijk. Ook waren de afgelopen 3 dagen, dus vandaag, gisteren en eergisteren, de Momotaro Tossai veiling. Er zaten heel veel hele goede vissen bij. Ook veel males die naar de Junior Koi Show gingen. Ja, die waren echt van absurde kwaliteit. Dus er zal vast wel misschien wel een Grand Champion bij zitten. Zelf kocht ik 3 vissen aan, welke ik weer wil gaan bespreken met jullie, waarom ik ze heb aangekocht, wat de goede punten zijn en wat ik een beetje voor de toekomst bij verwacht. Te beginnen met deze die ik vandaag kocht. Deze is female 34 centimeter uit de Matsu bloedlijn. Wat ik vooral goed vond aan deze vis was allereerst natuurlijk de bouw. Deze is in vergelijking met de leeftijdsgenoten best wel zwaar al. Niet in de zin van vettig zwaar, maar de hele grote skelet heeft ze. De kop is heel groot, het lijf is heel groot. Dus dat laat zien dat zo'n vis heel veel gewicht kwijt kan. En daarnaast, dat zie je mooi als ze op de zijkant zwemt, is de afwerking van het been niet. Daar bedoel ik mee dat het kiwa super scherp is. Kiwa is vrijwel overal marozomen. Kiwa is dus het achterste deel van het beniepatroon. Wat dat marozomen inhoudt, is dat je dat het Benny meeloopt met de rand van de schub. Dat zie je bij deze vis heel mooi aan alle randen. En dat is echt een prachtig kwaliteitskenmerk. Ook het sashi van deze vis is erg goed. Het heeft niet super veel sashi, maar de plekken waar het zit is het heel mooi binnen de perken van één schub gebleven. Dus qua Benny maak ik me helemaal geen zorgen over deze vis. En ja, de bouw is echt super. Ik denk dat ze is nu 34 uit mijn hoofd, dat bind me niet al vast. Maar 34 uit mijn hoofd. Ik denk dat dit als Nisai prima naar de 55, 58. Misschien wel als je geluk hebt en alles mee zit. Naar de 60 kan groeien in 1 jaar. En vervolgens echt grote lengtes uiteindelijk kan halen. De bouw is er naar. Het patroon wordt ook alleen maar mooier als hij groter wordt. Je ziet dat het Benny heel mooi rond de laterale lijn ligt. Soms een beetje over, soms een beetje onder. Wat je dan krijgt is als zo'n vis breder gaat worden. En die vis gaat uitvouwen als het ware. Dat je overal een hele mooie shirogi lijn om het Benny krijgt. Benny ligt dan niet te hoog. Dus dat je dat voor het oog heel weinig Benny hebt. Maar juist wordt heel mooi aangevuld. En juist extra krachtig gemaakt door zo'n rand shirogi die eromheen. Dit is de nummer 2. Die kocht ik gisteren aan. Hele andere vis. Terwijl het wel zusjes zijn. Hele mooie sadan patroon. Een patroon dat denk ik heel veel mensen aanstaat. Wat ook altijd het op de shows goed doet. Voor de rest is het een beetje een herhaling van facetten met de vorige. Maar toch leuk om te laten zien, denk ik, is wederom het been dat heel mooi is afgewerkt. Zeker het kiwa is wederom heel scherp. De tweede en derde stap zijn vrijwel volledig marozomen. Het sashi is daar zichtbaar, maar dat is in mijn optiek alleen maar iets goeds. Het geeft alleen maar aan dat die vis qua been goed in elkaar steekt. Ook de bouw is goed, veel meer lengte op het oog dan de vorige vis, alhoewel ze even groot zijn. Dan hoeft het niet heel veel te zeggen dat de ene heel veel groter dan de ander gaat worden. Maar het is net een andere vorm van skelet dat ze hebben. De huid van deze is echt schitterend. Dat is eigenlijk het
Wat het eerste opvalt als je de video instart, is dat er glinsterende huid. Ja, dat is echt prachtig. Het begint met een wit neusje, eindigt met een witte staart. Nou vind ik dat geen heel groot vereiste. Maar het is, ja, toch is het idee dat deze vis vrij compleet is. Hele complete kohaku waar bijna alles aan klopt. Het is geen hele spannende vis. Geen hele spannende kohaku, maar toch is wel echt super goed. Kwalitatief is het echt, bijna beter worden ze niet gefabriceerd of gekweekt. En ook komt hier weer dat verhaal met het patroon terug. Het ligt heel mooi op de laterale lijn, waardoor als deze vis ook weer groter wordt, dat je veel mooier die Shirogi-lijn om de mendingspots heen krijgt. Dus ook dit is echt een grote vissenpatroon. Het is wel iets waar je, maar waar je op kunt letten als je tossa selecteert. Dat is wel echt heel mooi als ze later groter worden. En vooral breder, dat de Shirogi heel erg het Benny versterkt. En dat bereik je dus door Benny te kiezen dat rondom de laterale lijn ligt. Kies je voor dat het Benny te verder omheen ligt. Dan krijg je die Shirogi-lijn niet. Nou is dat niet helemaal fout, maar het is toch wel een pre om dat zo te hebben. Deze kwaken werd op dag 1 van de veiling aangekocht. Dus op elke dag had ik 1 keer prijs. Ik vind hem net in Azuma tellen. Ik zei het op Facebook ook al. Er zit natuurlijk net een scheiding tussen stap 1 en 2. Maar die zie ik door de vingers. Voor de rest is het wel een hele mooie bliksem. In Azuma patroon. Iets wat heel veel mensen zoeken, maar wat vrij lastig te vinden is. Er zijn niet heel veel tossai die, zeker op deze veiling, die zo mooi in Azuma hadden. En ook qua bouwen deze. Heel veel lengte in de vis. Toch is de bouw wel weer anders dan opzichte van andere. Vis 1 had heel veel power, vis 2 heel veel lengte. En deze zit daar een beetje tussenin. En power en lengte. Dus dat wil zeggen dat ze een goede van beide werelden heeft. Ook wederom, blijven we zelf een beetje herhalen. Maar kiwa vond ik bij vrijwel alle vissen van deze veiling erg goed. Sashi niet te ruim. Mooi ruim juist, zodat het Benny echt laat zien dat het heel dik is. Ja, dit worden grote, goede vissen in mijn optiek. Zijn het al, maar ze worden alleen maar beter. Er zit genoeg toekomstpotentieel in. Dit was de video weer. Hartelijk dank voor het kijken. De keeperbloedlijn heet Nova Black. Dat was ik nog vergeten te vertellen. En ik hoop dat jullie net zo erg als ik naar uitkijken naar wat eruit voortkomt. De kohakus ben ik in ieder geval erg blij mee. Die komen eind april, begin mei deze kant op. En dan zullen jullie misschien wel ergens een keer voorbij zien komen. Dus nogmaals bedankt voor het kijken en tot ziens.